bij het hoofdkantoor van het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur, heerste er vanmorgen een gezellige drukte. Het had er allemaal mee te maken dat de countdown is ingezet voor de verloting van de SUV. In verband met het 35-jarig bestaan van Telesur heeft zij gemeend om iets terug te doen voor haar klanten en dus de gemeenschap. Het bedrijf heeft daarom een sms-actie op touw gezet voor het verloten van een SUV. Weet je al wat de tussenstand is? Ja, we hebben een aantal van bijna 130.000 sms'jes. Jawel. Dus het gaat? Ja, gaat prima. En deze sms-actie en die SUV-verloting heeft een sociaal doel. Wat is het doel? Klopt. Vanessa gaf eerder al aan dat de WhatsApp mee zijn gestart. Zo, we zijn nu bezig met de final countdown. En het doel is dat verschillende sociale instellingen worden bedacht. Het is Suriname zelf voor Suriname. En bedenk eens dat je voor 35 SRD cent deze auto kan rijden. 35 SRD cent, of niet US dollar? Nee, 35 SRD cent kan je een auto winnen waarmee je kan gaan cruisen in 2017. Zo, het is Suriname, het helpen Suriname. En bepaalde, afhankelijk van de opbrengst van de sms-actie, zullen sociale instellingen worden bedacht. That's it. Oké, we terug aan de Surinaamse gemeenschap. Dus mensen moeten sms'en, laten we elkaar helpen. Hoe je elkaar helpt. Meneer Pelfar. U zat in die brandnieuwe SUV. Hoe voelt het aan? Nou, het voelt heel prettig aan. De sleutels zijn hier. En we willen vanaf dit moment de mensen oproepen. De totale Surinaamse bevolking willen we oproepen om te sms'en. En je kan dus sms'en naar 3535 voor slechts 35 SRD cent. En dan kan je dan de SUV winnen. En degene die me kennen, ik ga altijd de mensen die zich in het achterland van Suriname bevinden, ga ik zo altijd ook speciaal oproepen. En dan ben ik ook weer naar camera. En dan alle Suriname sa etan fara voor foto. Dus massa die naar achterland voor Suriname, de inheemse, de marons, alle massa die dapper sa abitelestuur aansluiting, sa abwam mobiel. Ik wil roepen op, ik wil sms gaan naar 3535, die 35 SRD cent. Dat asroto voor een SUV, dat jij mee aan. En dat ook kan overhandig asroto naar jou. Dat voor vrijdag 23 december naar een kerstconcert voor Telesur. Roy Belfour, waarnemend hoofd Public Relations en Facilities van Telesur. Ook hij benadrukt hoe meer sms'jes er binnenkomen, hoe meer sociale instellingen bedacht zullen worden. Volgens Belfour moeten wij als Surinamers, evenals Telesur, dienstbaar zijn aan elkaar. De trekking van deze sms-loterij is op woensdag 21 december en de countdown is dus vandaag gestart bij het Telesur hoofdkantoor aan de Heiligeweg.